Hallo allemaal, hartelijk welkom bij wederom een video. Dit keer weer over laser engraving. Ja, het is me wat bij mij. Hè. Het is de ene keer is het dit en de andere keer is het dat. En dat komt omdat je veel hobby's hebt natuurlijk. Vandaag gaan we het weer hebben over laser engraving. Heb ik eventjes niet kunnen doen. Simpelweg omdat ik een tafel aan het schilderen was. En dat in de ruimte waar ook de laser engraver staat, nou dat is niet een goede combinatie. Dus vandaar dat eerst de tafel maar eens afgemaakt is. En daar komt bij gisteren de video over de freesmachine, de CNC-router. Want die opdracht die moest ook uitgevoerd worden. In samenwerking met Alfons Bruns van de firma Laser Arts uit Westervoort. Heb ik ook de vrijheid en de mogelijkheid gekregen om wat apparatuur te testen die hij daar heeft staan. Maar een van de dingen waar hij met name tegenaan loopt, is het graveren van metalen. En daar gaan we uitkomen, want hij heeft daar de perfecte machine voor staan. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ja, dat zou ik eigenlijk met die diode laser van mij ook moeten kunnen met die Arthur. En ik heb daar natuurlijk ook heel veel video's over gezien op YouTube. Dus dat kan. En het verhaal echter is dat daar natuurlijk heel veel verhalen de ronde doen over welke materialen en hoe en wat dan ook. Want laten we realistisch zijn, als je op blank metaal je laser gaat zetten, dan moet de laser wel erg sterk zijn. Wil je daar een gravure in achterlaten, dan praten we dus over mopar lasers of over fiber lasers. Maar niet over CO2 of nou misschien zelfs nog wel CO2, maar zeker niet over diode. Plus, er zit een gevaar aan. En dat gevaar is in zijn algemeenheid aanwezig bij lasers. Is dat als je metaal hebt, metaal is vaak glimmend. En je zou op dat blanke metaal, glimmend metaal, de laser richten. Dan wordt de straal in feite geweerkaatst richting de laser. En dat zou dus je laser kapot kunnen maken. En dat is best een risky business. Vandaar dat je op het internet ook verschillende methodes ziet om metaal te gaan graveren. Ik zeg bewust geen roestvrij staal, want het materiaal wat ik gegraveerd heb is denk ik geen roestvrij staal. Denk ik gewoon ijzer. Ik heb bij mijn bedrijf, ik heb een eigen bedrijf en daarin verhuren we onder andere buttonmakers. Weet je wel, die dingen die je op je borst kunt doen. En daar hebben we van die 56 mm ijzeren onderdeeltjes voor. Die onder andere gegraveerd kunnen worden. Of gegraveerd kunnen worden. Die gebruikt kunnen worden voor in zo'n button. En nou ja, natuurlijk, dat moet je ook kunnen graveren. En dat blijkt ook zo te zijn. Alleen heb je daar dus een medium voor nodig. Nou, lees je daar van allerlei dingen over. Markeerstift. Ik heb wel markeerstiften, maar dat zijn permanente markers. En dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Dan markeer je dat ijzer. Dat is dan zwart op dat moment. Op dat moment weer kaatst dus in elk geval die laser niet. Dat is heel belangrijk. Alleen nadeel van een permanente marker is natuurlijk dat je later datgene wat je zwart gekleurd hebt er verder ook niet meer afkrijgt. Dus je hebt wel wat gelaserd. Alleen de rest van het zwart blijft er ook op zitten en dat is natuurlijk niet mooi. Ja? Dus vandaar dat ik geen permanente marker gebruik. Er zijn gewone markers die schijnen ook gebruikt te kunnen worden daarvoor. Ik heb het niet, dus dat niet geprobeerd. Tweede is azijn. Iemand gezien die zegt dat het met azijn kan, zegt ik heb het dus niet gezien. En dat betekent, ik heb ook video's gezien van mensen die daarmee getest hebben en die daar dus niet mee wegkwamen. Laat ik het zo zeggen, die iemand die deed een servet drenken in azijn, want het weerkaatsen van dat licht, ja, dat stukje gedrenkte servet op het te laseren object en dan reflecteert het niet, kan dus de laser niet beschadigd worden, maar helaas het resultaat was ook niet heel. Kan misschien zijn dat iemand erin geslaagd is met azijn zonder dat stukje servet bijvoorbeeld. Maar dan zal het waarschijnlijk erg gevaarlijk zijn voor je laser. Wat wel succesvol was, en dat heb ik natuurlijk ook geprobeerd, dat is mosterd. Niet elk soort mosterd kan gebruikt worden om metaal te laser graveren. Ook dat is iets, er zijn ook voldoende tests geweest. Onder andere een Nederlands collega, de 3D Print Creator. Ik ken hem verder niet persoonlijk, hoeft ook niet. Maar die had aanvankelijk aangegeven dat het met mosterd ging. En toen kreeg hij een heleboel reacties van mensen. Die zeiden, ja, maar bij mij lukt het niet. En ze, nou, wat blijkt? Uiteindelijk blijkt dat het lang niet met alle mosterdsoorten gaat. Dat heeft dus te maken met ingrediënten in die mosterd. En ik had gelezen dat dat onder andere was met
Een van de belangrijkste componenten was daarin zwavel. Zwavel, in het Engels-Amerikaans genoemd sulfur. En laat dat nou toch ook in dry loop zitten, dus in droge smeermiddelen. En ik had een droog smeermiddel staan, dus ik dacht, weet je wat, ga ik proberen. En ik dat ingesmeerd, je krijgt daar een doffe ondergrond van, waardoor je zeg maar, ook die weerkaatsing weer niet hebt. Ik dacht, nou, dat gaat goed komen. Ik ging laseren en daadwerkelijk, tijdens het laseren, een prachtige afdruk op dat blikje, zeg maar, op dat ijzer. Maar wat ga je dan doen? Dan ben je uiteindelijk klaar, dan ga je het schoonmaken, in dit geval met alcohol, want anders krijg je dat smeermiddel er niet af. En vervolgens was de afbeelding nagenoeg weg. Ja, er was nog een heel klein beetje van over. En dat nou, ik heel goed zou kunnen kijken op degene die ik zo meteen ga laten zien. Dat kan je ook nog een heel klein beetje zien. Maar Fuji, bah. Niet gelukt dus. Jammer. Was wel een poging waard natuurlijk. Dat is leuk. En nou dan maar met mosterd gaan proberen. Ik heb de plaatjes die u gaat zien hebben drie keer de naam van mijn bedrijf boven elkaar staan. Drie keer met andere waardes. Dat moet ik even uit mijn hoofd doen. De bovenste is met 90 speed en 90 power. Want ik wil mijn laser eigenlijk niet op 100% power gebruiken. Om die laser toch enigszins te sparen. De tweede, en dan moet ik het even... Ik denk 90 speed met 80% power. En de derde 80%, 80 speed met 80 power, dacht ik. Zoiets, ja. Maar de bovenste, dat is het belangrijkste. Want dat is de beste namelijk uit alle drie. Wat ik ga laten zien is 90 bij 90. En ik ga je laten zien het resultaat met mosterd. Ze zijn alle drie leesbaar zoals je ziet. Alleen als je heel goed gaat kijken, en dat kun je misschien niet zo zien op het beeld. Maar dan zie je toch dat die, je moet hem wel heel goed in het licht houden. Anders dan zie je het niet. De bovenste dus is de beste, deze dus. Ja. Heel klein beetje zie je daar schuin ook nog naar boven. Zie je nog een keer Crevofun staan. Dit was die met dat droge smeermiddel, zeg maar, als het ware. Mosterd, dus geen slecht resultaat. Maar het kan beter. En het is natuurlijk eigenlijk ook logisch. Want het probleem een beetje is dat als je je mosterd op gaat smeren, dat die mosterd nooit egaal gesmeerd is. Het is geen verf. Ja? En als die mosterd niet egaal gesmeerd wordt, dan krijg je toch, zeg maar, als je heel goed gaat kijken, krijg je toch verschillen in stukjes en beetjes en dat soort dingen meer. Maar geen slecht resultaat met de mosterd die ik gebruik heb. Maar dat is eigenlijk gewoon een simpele gele mosterd. Je hebt ook van die mosterds waar die zaadjes in zitten en zo. Van die hele stevige mosterd. En ik denk dat die juist niet gaan lukken. Juist die simpele mosterd, een beetje gelig. Dat is eigenlijk het beste resultaat. Maar ja, ik ben niet gauw tevreden. Ik weet ook dat bijvoorbeeld temperaverf. Tempera, dat is een soort van schoolverf wat we scholen gebruiken. Waterverf. Dat zou heel goed moeten gaan werken op glas. Ook daar moet ik nog mee aan de gang. En waarom zou dat dan niet werken op metaal? Dus, volgende test natuurlijk. Zo'nzelfde metalen blikje, maar nu met temperaverf. Ik ga het niet eens laten zien, want er was uiteindelijk niks. Ja, fantastische afbeelding toen die verf er nog op zat. Onder het water schoonmaken, wegafbeelding, futsibar. Dus met andere woorden, temperaverf, misschien wel op glas, moet ik nog proberen. Maar op metaal... no-go. Althans op ijzer niet. Dan maar iets heel raars doen. Want dat is iets wat ik nog niet ergens gelezen en gezien had. Misschien... Ja, ik zie ook niet alles. Dus met andere woorden... Ik zeg niet dat het niet al uitgevonden is. Ik heb heel veel spuitbussenverf staan tegenwoordig. En dat heeft dus te maken met dat laserengraving. Denk even aan mijn tegels. Hè, die ik zeg maar eerst wit spuit. Met witte hoogglanslak. Of eventueel zijdeglanslak. En dan graveer. En daarbij heb ik ook nog wel tegels gedaan waarbij ik gewoon twee kleuren. Hè? Dus blauw en dan zwart eroverheen. En dan lezen die als het ware het zwart weg. Nou, weet je wat ik dacht? Ik dacht van ja, het moet natuurlijk een kleur zijn die zeg maar die reflectie tegengaat. Dus wat doe ik? Dan ga ik het zwart spuiten. Dus ik heb spuitbus gebruikt. En ik heb daar gewoon één laagje, keurig dekkend laagje zwart over het metalen stukje gespoten. Voilà. Het resultaat. Ik moet het even goed gaan houden, weer goed in het licht. Het gekke is dat deze beter is dan de mosterd, maar je kunt het bijna niet zien. Even kijken of ik dat goed inzichtelijk kan krijgen voor je. Ja, misschien zo het beste.
Echt, als je ze naast elkaar legt, is die van die mosterd slechter als dat deze is. Dus wederom die bovenste, zeg maar. Diezelfde waarde als bij die mosterd, maar die bovenste. En die geeft eigenlijk een beter resultaat. En dit is later schoongemaakt, omdat het verf is met aceton en met alcohol. Dat betekent dat, zeg maar, nou, als je het er daar niet mee afkrijgt, ja, dan moet je het echt eraf gaan krassen. En dat zorgt ervoor dat dit dus een mooi resultaat is. Overigens ook op deze heb ik waarschijnlijk hier ook, want dat zie ik toevallig nu net in het licht, heb ik waarschijnlijk ook die tempera geprobeerd, want die zie je er ook nog wel een heel klein beetje tussendoor, zeg maar. Dus, maar oké, okay, goed, zij zo. Ik ben brutaal. Soms denk ik bij mezelf, ja, maar dat zou er nog meer moeten kunnen. Want een andere methode die, zeg maar, gebruikt wordt, en die wordt dan vooral op hout gebruikt, dat is de methode van baking soda. Eventueel borax. Nou, ik heb dan baking soda, die gebruik ik nog wel eens op hout. Als het hout een beetje hard is en zo, en ik wil toch een goede afdruk hebben, dan doe ik het hout eerst voorbehandelen met water, vermengd met een beetje baking soda. En die verhouding die is dan een theekopje water met twee theelepeltjes baking soda erin. Dat goed doorroeren, het object invrijven, laten drogen en dan laseren. Dat is bij hout. Nou is hout, neemt vloeistof op en metaal in feite niet. Ja. Maar ik dacht van ja, die baking soda is toch wel erg interessant. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb echt een heel klein beetje water genomen. Want ja, die verhouding van één kopje met twee bekertjes. Ja, dan heb je dus een kopje met water. Maar wat moet ik met een kopje met zo'n klein stukje metaal? Dat is ook niet echt interessant. Dus ik heb een klein beetje water genomen. Ik heb ook maar een heel klein beetje baking soda genomen. Dat vermengd. Ik heb vervolgens dat ijzeren plaatje met de laseren kant erin gelegd. Eruit gehaald. Grotendeels laten drogen. Mijn geduld is niet geweldig. Dus niet helemaal laten drogen. Op enig moment heb ik daar een doekje kort overheen gelegd die de rest van het vocht opzoog. En toen heb ik hem twee laagjes van diezelfde zwarte spuitlak gegeven. Dus hoogglans zwarte spuitlak. Zo. Dat laten drogen. Het effect was een heel apart effect. Want door die baking soda kon je niet 100% zwart. Je kreeg de witte spikkeltjes tussendoor. Waarschijnlijk daar waar die baking soda nog op dat metaal zit. Toen gelezen, alleen in dit geval, en dat is dan eigenlijk ja, niet helemaal eerlijk. Dus ik weet ook niet 100% waar het aan ligt. Maar ik heb hem twee keer gelezen. Niet één keer, maar twee keer. Dat had ik overigens bij die mosterd ook gedaan. Die vorige, dus die tweede met alleen die zwarte lak, is maar één keer gelezen. Het resultaat, ik vind het persoonlijk verbluffend. Ik ga hem weer proberen te laten zien. Voilà. En ook deze is schoongemaakt met aceton en alcohol achteraf, zodat ditgene wat hier nu op zit, krijg je er echt niet vanaf. Wat heel grappig is, is dat je op de achterkant ook de gravure ziet. Wauw, heel apart. Als je heel goed kijkt bij die bovenste, zie je toch nog, zeg maar, een stipje daar bijvoorbeeld zitten hier, zo bij mijn vinger. Dat heeft dus te maken met het feit dat, zeg maar, dat is een plekje geweest waar die zwarte verf er dus niet op wilde zitten vanwege die baking powder. Ja. Nou, nu kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Het kan dus zijn dat het dat twee keer die zwarte verf erop spuiten, zeg maar, het resultaat nog verbeterd heeft. Want ik vind het resultaat van deze laatste is beter dan van allemaal. Ja. Het kan ook zijn dat het die combinatie is met die baking soda. Ik dat zou willen testen, zou ik door moeten testen, zeg maar. Zou ik echt moeten gaan kijken, ook wat gebeurt er nou als ik het maar één keer doe. Ja? Waarom heb ik twee keer gespoten? Dat heel simpel, vanwege die witte stippen. Ik dacht van, nou, ik nou een tweede keer spuit, zijn die witte stippen weg. Nou, niks ervan, want die witte stippen bleven. Ja? Waarom heb ik hem dan twee keer gelezen? Omdat ik dacht van, ja, ik nou twee keer lezen, dan krijg ik misschien een beter resultaat als één keer lezen. Nou, dat zijn de twee factoren die, zeg maar, eigenlijk anders zijn als bij diegene die ervoor zat, zeg maar. Echter, een conclusie kunnen we trekken hieruit. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat wel degelijk metaal laserbaar is en graveerbaar. Etsbaar, moet ik zeggen. Het is eigenlijk niet echt graveren, want je komt niet echt diep in het metaal. Alhoewel, als je die achterkant bekijkt, dan zou je toch zeggen van nou vader, die is er doorheen gegaan. Ik heb geen idee, dat zal de warmte zijn, denk ik, die de laser veroorzaakt op dat metaal, zeg maar. Of dit nou ook bij RVS of zo werkt, dat weet ik niet. Want ik heb geen RVS waarmee ik dat kan uitproberen. Ja.
Ik wou het je toch laten zien. Om de simpele reden dat, zeg maar, er is heel veel discussie altijd over hoe dat nou zit met het laseren van metalen. Nou, dit was mijn korte test daarover. Hij is in voorbereiding op iets wat ik zaterdag ga doen. Zaterdag ga ik dus naar laserarts. En gaan we kijken of we de Mopa laser, die sowieso op RVS al graveren kan in zwart, want dat is me voorgedaan, dat hebben ze me laten zien. Ik mag daar ook mee spelen, want deze Mopa laser die kan nog een paar dingen meer. Die kan eigenlijk op elk metaalsoort graveren. Dat is iets dat is nog niet gelukt en dat is een van de dingen waar ik me mee bezig ga houden. Bijvoorbeeld met zilver, goud. En niet om iets te vernielen, want het gaat niet om vernielen. Het is gewoon oud zilver, oud goud. Eventueel aluminium, andere metalen, wat dan ook. Maar nog veel spannender, en dat is veel leuker bij die Mopa laser. Nog mooier, wat ik leuker vind. Hij vindt waarschijnlijk dat zilver en dat goud best een interessant verhaal. Ik vind het heel erg mooi, en dat heb ik nooit geweten, dat zo'n laser werkelijk kleur kan leveren. Dus als jij een logo hebt in 4 kleuren, rood, groen, blauw, geel, geen probleem. Dat ding moet dat kunnen. En die grap, die gaan we daar proberen voor elkaar te krijgen, na te spelen en te doen. En dit was een voorbereiding daarop, want dit is natuurlijk al een hele leuke start hierin. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Het was een hoop geklets van mijn kant. Sorry, ik kan er ook niks aan doen. Dan moet je mijn hoofd weer zien. De volgende keer zal ik er een doekje overheen doen. Tot de volgende keer. Fijne Sinterklaas dit weekend. Doei doei.